brengen eigenlijk heel veel zonder voetbal, maar dat doelpunt wil maar niet lukken. Nee, daar hebben we dit seizoen wel vaker last van, dat klopt. Ja, en dan lopen jullie in de eerste helft na een kwartiertje op een hele snelle counter. Dan wordt het natuurlijk heel moeilijk. Ja, ja. En als je dan de kans krijgt, wordt je van de lijn afgehaald. Ook dat nog, ja. En ik heb ook nog een behoorlijke kans gemist. Mm-hmm. Net daarna, dan krijgen jullie met een heel mooie aanval aan de fase een unieke kans. Was je een beetje verrast dat hij daar viel? Of? Ja, eigenlijk wel. Ik schrok eigenlijk, want Yvette liep eigenlijk over de bal heen of zo. En ik schrok dat hij op mijn been kwam, maar ik had zoveel tijd en ruimte, maar dat heb ik zelf niet in de gaten. Maar werd toen daar onder de rust gezegd? 0-1, op dat moment kan er veel veel. Ja, ik denk als wij die ene, als ik die bal gescoord had, dat het een hele andere wedstrijd is. Dat PSV echt moet en dat ze echt voor die 3 punten moeten knokken. Was er vandaag iets speciaals gezegd na de jammerlijke uitspraak in de beker vorige week? Nee, niet echt. We moesten gewoon weer volle bakken. Ik denk dat we het wel hebben laten zien. Veel passie, veel strijd. Ik denk dat daar niet aan lag vandaag. En wat is hier die verdere doel voor het seizoen? Gewoon dat verzorgd voetbal brengen en dan die punten nemen? Natuurlijk staat voorop punten. Maar ik denk als we zo blijven spelen en het zo de lijn blijven voortzetten, dat het vanzelf wel komt. Ja. Wat vind je nu zelf? Je hebt voor 3 jaar terug hadden we dus een Beneliga, nu hebben we een Nederlandse competitie. Klopt. Vind je dit leuker of denk je toch van gemengd is misschien toch wel beter voor de ontwikkeling? Ik heb daar nooit meer mee gespeeld. Dit is mijn eerste seizoen bij PEC. Dus ik heb het wel gevolgd. PEC stond toen wel natuurlijk iets hoger op de ranglijst. Maar goed, nu moeten we met de Nederlandse clubs doen, maar ik denk dat wel dat het niveau hoog ligt. En dat is natuurlijk wel mooi om mee te spelen. Maar jullie hebben dan wel een heel mooie stage gehad met het team in Turkije. Dan wil ik toch wel zeggen dat er wel wat achter zit en dat er ook in de loop komt. Ja, tuurlijk. Ik ben zelf dan niet mee geweest, want ik was met Nederland weg. Maar ik denk wel dat het team, dat heeft goed gedaan voor het team. Ik merk ook wel aan alle meiden dat ze toch een of andere knop hebben omgezet of zo. Beter. Ja. Oranje moet uiteraard nog een kwalificatieronde spelen, daardoor is de competitie heel vaak stil. Mm-hmm. Hoe ervaren jullie dat als je dan niet met Oranje weg bent? Je bent natuurlijk ook andere Oranje weg, maar nee, ja, wij hebben genoeg oefenwedstrijden om tegen te oefenen en ik denk dat het een mooie kans is voor ons om van spel en misschien het scoren, het vermogen misschien iets te trainen om dat door te zetten. Ja. Oké, dan wens ik jou toch veel succes voor de komende weken en gefeliciteerd met de partij van vandaag. Want er wordt eigenlijk maar 1 team dat ik probeer de voetbal te brengen. Ja, maar het mocht helaas niet baten. Nee. Oké, dankjewel. Dankjewel.